Are you a sushi fan? Origami Sushi Bar. Origami Sushi Bar is a restaurant at the Boulevard of Sea Aquarium Beach. You can enjoy your lunch or dinner at our terrace with beautiful sea views. Come and enjoy the new Caribbean sushi. Origami is offering you all-you-can-eat sushi for only $20, only on Monday and Thursday. Visit the Origami at Mambo Beach Boulevard to give you the best service you deserve. Het belangrijkste nieuws uit Curaçao in het Nederland. Extra Journaal, vers van de pers. SVB en apothekers hebben gisteren een akkoord bereikt. Dat gebeurde nadat er deze week een discussie hoog opliep over de nieuwe prijslijst voor medicijnen. Volgens apothekers was de winstmarge daarbij veel te klein geworden voor hen. Volgens de SVB is het juist goed dat er bezuinigd wordt. De Extra meldt vandaag dat in ieder geval de patiënten niet meer extra voor hun medicijnen hoeven te betalen. Vandaag worden de akkoorden ondertekend. Voor het Curaçaose toerisme zou het veel beter zijn als we dadelijk 20.000 bezoekers per maand mogen ontvangen. Nu staat de grens nog op 10.000 bezoekers. En dat heeft volgens Miles Mercera van hospitalityvereniging Chata tot gevolg dat veel hotels een bezettingsgraad van onder de 20% hebben. En dat kunnen ze niet lang dragen. Daarom moeten er meer toeristen komen, aldus Mercera. Garagehouder Sheridan Alexina werd gisteren vrijgesproken voor zijn betrokkenheid bij drugsmokkel. Dat gebeurde in hoger beroep. Alexina werd eerder samen met twee andere betrokkenen veroordeeld tot 5 jaar gevangenisstraf, omdat er in 2018 een fort in zijn garage was aangetroffen met daarin 60 kilo drugs. In hoger beroep bepaalde de rechter echter dat er onvoldoende bewijs is om Alexina te veroordelen. Hij werd vertegenwoordigd door advocaat Marije Vaders. De andere twee betrokkenen hebben wel weer 5 jaar gevangenisstraf gekregen. Bombini at El Grill and El Mexicano Restaurant. Curaçao's hotspot for seafood, quality steak and Mexican cuisine. Take a Saturday night bite out of all-you-can-eat ribs, mixed grill sundae, Monday and Thursday all-you-can-eat Mexican tacos. Join us under the orange parasols with stunning view at Mambo Beach Boulevard for a true taste of heaven. Está douche! Na bijna 4 jaar leeg te hebben gestaan is gisteren het Plaza Hotel verkocht. De nieuwe eigenaar is het Algemeen Pensioenfonds APC. Die kocht het gebouw gisteren voor 6,3 miljoen gulden tijdens een veiling. APC liet later weten dat ze blij is met de aankoop en noemde het een mooie aanwinst in onze binnenstad die deel uitmaakt van de binnenlandse beleggingsportefeuille van het fonds. Het afpakteam heeft samen met het Openbaar Ministerie in de afgelopen periode veel spullen in beslag genomen van mensen die worden verdacht van criminele activiteiten. De gedachte achter het afpakteam is om te laten zien dat crimineel gedrag uiteindelijk niet loont. En daarom werden de luxe auto's, een scooter en een boot geveild. Die veiling leverde in totaal 183.000 gulden op. Op het eiland Sint-Eustatius brak vorige week paniek uit toen er coronabesmettingen werden gesignaleerd. Het aantal staat nu op 7 personen, maar er zijn de afgelopen dagen veel mensen getest. In totaal 113 medewerkers van het ziekenhuis en bewoners van een bejaardentehuis zijn getest. Gisterenmiddag werd bekend dat niemand van hen besmet is met het coronavirus. Vanwege de coronamaatregelen mag er op Curaçao geen publiek meer aanwezig zijn tijdens sportwedstrijden. Toch waren er gisteren veel mensen op komen dagen om te kijken naar een wedstrijd tussen de Santa Maria Pirates en de Wildcats. De fanatieke honkbalfans wilden in ieder geval Jair Jurriens zien die nu pitcht bij de Wildcats. Er was barbecue, sommigen hadden stoel meegenomen en velen droegen een mondkapje. Toch heeft de politie ingegrepen en de mensen gevraagd weg te gaan van die plek. Het belangrijkste nieuws uit Curaçao in het Nederland. Extra Journaal, vers van de pers.